Onze gast is Mirjam Zimmerman en mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het fort in Oldgensplaat is dit de huiskamer. Het is alweer de vijfde keer dat de Kunstkijk Nieuwe Stijl wordt georganiseerd op Goeree Overflakkee. En dat gebeurt zoals altijd tijdens het Hemelvaartsweekend. Dit jaar valt dat tussen 29 mei en 1 juni. Vaste gast om dit alles te vertellen, hierover alles te vertellen, is Mirjam Zimmerman. Welkom en gefeliciteerd met dat eerste lustrum. Dankjewel. Wat is er veranderd? Wat is er anders tijdens Nieuwe Stijl, Oude Stijl? Oude Stijl was eigenlijk atelierroute. Dus stelde elke kunstenaar zijn atelier open tijdens de atelierroute. Met of zonder gas, met of zonder muziek. En Nieuwe Stijl wil zeggen dat we gewoon bijzondere locaties, groepsexposities maken. Ja, en een rondrij, rondtour, hè? Maar ja, er zit een heel evenementenprogramma onderhand aan vast. En daarvoor moesten ze dus blijkbaar ieder op zich doen, ieder afzonderlijk. Klopt. Ja, klopt. Het was wel natuurlijk een overkoepelende organisatie, maar iedere kunstenaar deed het op zich. Deed allemaal op zichzelf. Ja. Vorig jaar waren er rond de 40 kunstenaars die eraan deelnamen. Ja. Hoe zit dat dit jaar? Dat is ook ongeveer hetzelfde. Ook weer 40 beeldende kunstenaars. Maar wel met die verstande dat het dit jaar ook de Rare Kiek als collectief meedoet. En die bemensende camping De Grevelingen is dan de locatie waar de Rare Kiek tentoonstelt. Ja, dat is een hele groep, hè? Dat is een groep fotografen die allerlei verschillende onderdelen fotograferen. Klopt. Die allemaal iets hebben. Ja. Dit jaar is ook, denk ik, toch weer de opening op Lust en Last aan de Koksedijk in Sommelsdijk. Kokseweg. Kokseweg in Sommelsdijk. Ja, klopt. Ja, het is weer bij Hein Meijs, hè, want het is de locatie-eigenaar van Lust en Last. En we hebben daar woensdagavond de 28e de officiële opening. De 28e s'avonds is dat, hè? Maar dat is niet voor het publiek, hè? Ja, dat is iedereen, dus iedereen welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En 's middags om 3 uur hebben we daar de opening van de Kinderkunstkijk. Dus op dezelfde locatie. Oh, dat was een van mijn vragen straks. Ik wilde weten waar wordt die Kinderkunstkijk dan geopend. Nou, dan weet ik dat maar vast, als ik het onthoud. Welke kunstenaars zijn er dit jaar op de locatie tijdens de opening of de volgende morgen tijdens het ontbijt? Is er een gastheer, gastvrouw, kunstenaars die te werk tentoonstellen? We zijn naar het cultureel ontbijt weer op zaterdagmorgen van 9 tot 11 uur. En dat is ook op locatie Lust en Last. En dat gebeurt weer onder de bezielende leiding van Hans Lammers. Die doet het eigenlijk altijd. Ja, die heeft het andere jaar ook gedaan. Ja. En er zijn de 4 kunstenaars die hun werk daar presenteren. En ik moet zeggen dat ik ze niet precies uit mijn hoofd weet, hoor. Maar dat staat op de website, kan je dat altijd nalezen. Je kunt je ook laten verrassen natuurlijk, als je daar gaat zitten. Maar de praktijk is dat het gewoon ontzettend leuk is als een kunstenaar gewoon allerlei achtergrondinformatie geeft over zijn of haar werk. Dat is echt gewoon heel leuk. Ja. En je kan natuurlijk altijd als gast van het ontbijt, kan je allerlei vragen stellen. Ja, toch? Ja, er waren er vorig jaar ook wel wat die wat vragen stelden. Ja, klopt. Ja, dat is waar. Maar ik ben altijd zelf bang dat ik denk, ik weet helemaal niks van kunst. Ik ga geen vraag stellen, want ik heb er geen verstand van. Dus mij hoor je in ieder geval niet. Camping De Grevelingen doet ook mee. En dat zal dit jaar in teken staan van Camping Life. En dan denk ik, klopt. Wat heb je nou met kunst, met Camping Life? Ja. Nou, we hebben de Rare Kiek. Dit is dus de locatie van de Rare Kiek. Dus die exposeert bij Camping De Grevelingen. Ja. En die wilde graag een thema. En het thema is eigenlijk buitenleven, was dat. En dat is een beetje kleiner gemaakt door campingleven. Dus alle deelnemers van de Rare Kiek, die meedoen aan de Kunstkijk, die hebben met dat thema hebben ze foto's gemaakt. En die worden geëxposeerd tijdens de Kunstkijk. Dat is de bedoeling daarvan. Oh, dus dit zijn de fotografen die Camping Life hebben gefotografeerd. Juist. En dat is het kunstproject. Juist, en dat exposeert dat exposeren de leden van de Rare Kiek. Wat willen jullie nou in hemelsnaam met camping en camping als kunstproject? Nee. Dat is gewoon dat collectief van fotografen, want zo zie ik het maar even. Goed, die hebben gewoon een thema en met dat thema zijn ze aan de slag gegaan en dat wordt dan tentoongesteld. En wordt dat buiten gedaan of is dat wordt het binnen, in de kantine? Nee, gewoon binnen, of, in de kantine. In de kantine. Ja, dat wordt door hun helemaal zelf supporting ingericht. En we zijn ook heel benieuwd. Ja, ik ben zeker. Leuk is dat, hè? Een andere locatie, dat is de Theetuin De Bongert. Ja. En daar zit, dat is in Herkingen, en daar zit Joep Luiks. Nee, die zit daar niet. Nee? Nee. In de Theetuin zit Leo Gerritsen. En Leo Gerritsen, die
Die maakt stalen vogelhuisjes op poten. Dat is echt ontzettend leuk werk. Die exposeert daar. En Margreet Huisman uit Rotterdam exposeert daar met beelden. Het zijn natuurlijk twee beelden, zeg maar 3D-kunstenaars die daar exposeren. En dan is er ook, en dat is eigenlijk op haast elke locatie, een stukje schoolproject. Dus in binnen bij Mati, eigenaresse van de theetuin, is er de school Jan Frieso die daar exposeert. Dus dat is dus op een aantal locaties, zelf. Want ik kom er zo nog even op terug, dat die kinderen, dat is voor het eerst dit jaar. Ja. Dus die gaan op verschillende locaties mogen die hun werk presenteren. Ja, klopt. Ja. Er zijn nog Stad aan het Haringvliet, de schuur. Ja, ze hebben twee. We hebben schuur Soldaat. Ja, Soldaat. En schuur... dan de familie van de familie Soldaat en van de Rietheuvel hebben jullie er nog. Klopt, ja. En de schuur Soldaat doet eigenlijk al jaren... Dat is in Duitsland. Nee, schuur Soldaat is in de Stad aan het Haringvliet. De locatie van de familie van Son zit in Duitsland. Ja, klopt. Die hebben er veel, hè? We hebben dit jaar, als we de HEMA meerekenen voor de Cash and Carry, hebben we 14 locaties. Doen jullie ook weer? Voor de HEMA gaan jullie weer staan? Ja, en bij slecht weer in de HEMA. Dat mag dit jaar. Dat mag weer. Nou, slecht waar. Vorig jaar was het heel slecht weer, dus stonden ze buiten. Het was koud vorig jaar. Ja, en veel regen. Ja, klopt. Ja. Toen stonden ze toch buiten, hoor. Ja, dat weet ik niet. Nou, ik ben gaan kijken. Maar, want jullie hebben dus, we hebben dus de schuur in de Stad aan het Haringvliet. Dan hebben we de Rietheuvel, de familie en dan nog de familie van Zon in Dirkstad. Ja, dat is een nieuwe locatie in Dirkstad. Dat is een fantastische, mooie locatie. Ze zeggen dat het een van de oudste plekjes is van Dirkstad. Zelf staat een hele, op een binnenterrein, een gepotdekselde oude schuur. En dat is dan de locatie, en dat is ook nieuw dit jaar, waar de kunstuitleen uit Hellevoetsluis zich presenteert. Dus het wordt echt internationaal, hè? Nou, wel heel breed, ja. Nou, ja. Ja, maar dat is ook de bedoeling, hè. We willen toch heel divers, diversiteit. Nou, dat is ook leuk. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook, als je meer bekendheid krijgt, wordt het makkelijker om je gasten te krijgen. Klopt. Of de locaties te krijgen. Klopt. Dan werken ze makkelijker mee. Ja. Elisabeth Hoeven in Melisand. Is ook een nieuwe locatie. Dat is, dat is een camping. En die hebben gewoon hele mooie schuren ter beschikking gesteld. En volgens mij wordt dat een toplocatie ook. Is echt, maar je weet nog niet wie daar gaat zitten? Of ja, wat ik weet wel een aantal namen, hoor. Ik doe dat nou even uit mijn hoofd, omdat ik niet zo wat met een papiertje ga zitten. Jaap Redijk zal daar exposeren. Ja. Schilderen, hè? Jaap Redijk? Schilder, fotograaf, collages maakt hij vaak. Monique van Wensveen, dat is een pas jong afgestudeerde kunstenaar van de Academie van Rotterdam, gaat er exposeren. Helene Mos, dat is een dame uit Den Haag, die vrij abstract, kleurrijk werk maakt. Tineke van Bechtum, dat is een keramiste uit Hellevoetsluis, exposeert daar. En ik zelf exposeer daar ook. Veel, hoor. Dus je hebt echt heel veel disciplines, hebben jullie. We zijn altijd eigenlijk op zoek om heel veel diversiteiten te doen. Dus dat is fotografie, dat is keramiek, dat zijn schilders. Dat zijn beelden natuurlijk. We zijn niet eigenlijk dit jaar ingeslaagd om installaties te vinden, maar we hebben bijvoorbeeld wat bedoel je met installaties? Wat vorig jaar Astrid van Nimwegen bijvoorbeeld had gedaan, zoiets? Ja, de video zit dat zit er inderdaad niet bij, ook video dit jaar. Ja, installaties, dat is eigenlijk 3D en 2D combinatie eigenlijk. Dat is moeilijk om dat te vinden, omdat het vaak ter plekke gecreëerd wordt. En dan moet je ook een stukje met betalingen, dus dat gaat altijd vrij ingewikkeld. Maar wat we bijvoorbeeld ook dit jaar hebben is Marita Beukers. Vind ik zelf erg leuk. Die maakt collages. En dat geldt ook voor Caroline Kooijen. Die maakt ook collages. Hadden jullie ook iemand met collages? Die had van die prachtige, leken wel schilderijen, had ze van oud behangpapier en zo gemaakt. Ja, klopt. Hing in de schuur, weet je nog? Ja. Ik herinner me dat het prachtig werk ook wel was. Ja, klopt. Ja, ik herinner me. Het is gewoon altijd heel spannend. Kijk, je nodigt kunstenaars uit. En het is altijd de vraag wat de kunstenaars zelf gewoon meebrengen om te willen laten zien. Selecteer je niet van tevoren dan? Dat je zegt, ik heb bijvoorbeeld al 3 beelden kunstenaars en 1 keramiste. Dus ik wil eigenlijk wel een keramiste erbij. Op zo'n manier ga je nou wel de verschillende disciplines met elkaar combineren. Maar je gaat niet aan de kunstenaar zeggen, ik wil dat je met dat of dat werk komt. Dan laat je de kunstenaar vrij in. Dus op die manier is het ook voor ons spannend wat iedereen gewoon zelf meeneemt. Omdat het over het algemeen kunstenaars zijn die meerdere disciplines beheersen. Sommige wel, maar het is ook afhankelijk van, klinkt misschien een beetje gek, maar in welke periode, wat voor werk je maakt.
Ja, ja, dat is wel een soort werk maken. Je kan exposeren met tekeningen, maar ook met grafiek of met schilderijen. Kijk, in mijn geval, bij de ene locatie ga ik met pasteltekeningen exposeren en de andere locatie met schilderijen. Dus dat laat je gewoon vrij, dat laat je even, open. Ja. Ja. Wat ik erg leuk vind zelf is kinderkunst is dit jaar voor het eerst, toch? Nee, we hebben dat elk jaar wel hoor, maar dit jaar is het wat groter geworden als we dat gedacht hadden. Ja, vorig jaar was dat bij de theetuin van Maarten van der Bongert ook. Oh, die vlaggetjes. Al die vlaggetjes. Ja, en dat hebben we toen op één locatie geconcentreerd. Ja. En dit jaar hebben we alle scholen benaderd, dat doen we eigenlijk elk jaar. En de vraag was van, we hadden een thema aan verbonden. Het thema was het vijfjarig bestaan van de kunstkijk op deze manier. Doe iets met het cijfer 5 of doe iets met een letter wat een kunstwoord vormt. Ja, maar dat begreep ik. Kijk, dat letter cijfer 5, dat begreep ik. 5 jaar, nieuwe stijl. Ja. Dat begreep ik. Maar dan denk ik, wat is nou een letter van een kunstwoord? Nou, bijvoorbeeld de Mona Lisa. Dat is het ene kind maakt de L, het andere kind maakt de I, het andere kind maakt de S. En dan wordt het samen, door een aantal kinderen, wordt de Mona Lisa gevormd. Dus dan heb je gewoon een tekst, als het ware, een woord. Ja, maar luister, ik heb al gezegd, ik ben geen kunstenaar. Hè? Dus ik denk, wat is nou in hemelsnaam een kunstwoord? Ja, nou, dat verstaan we wel, een kunstwoord. Ja. Ja. Ja, jullie denken creatief en dat kan ik blijkbaar niet. Heel veel kinderen doen mee. Ja. Heel veel scholen doen er mee. Klopt. Ongeveer 900 kinderen heb ik begrepen. Ja, 900 kinderen van 14 scholen. Dus 14 scholen, dus het slaat echt aan. Ja, ja, dus dat betekent als, voor ons als organisatie dat we dus gewoon heel erg moeten gaan kijken van waar we alles exposeren. Dus we hebben ook de keuze gemaakt op een paar locaties uitgezonderd, maar dat op elke locatie dus een stuk van het kinderkunstkijkproject gepresenteerd wordt. Ja, maar dat is ook heel pinter, hè? Want als het een beetje wil, dan gaan al die ouders natuurlijk met haar kinderen kijken waar hun kunstwerkje hangt, hè? Ja, nou, we dus doen die zelfs moeten heel wat pinterder. Locaties langs, hè? Ja, want sommige scholen verdelen we over 2 locaties. Ja, dat is heel handig bedacht. Dat begrijp ik. Dat snap ik. Ik hoop dat alle ouders ook zo denken. Ik ben benieuwd. Nee, nou, iedereen is welkom, maar dat nou, spreekt voor zich. Deel, Mirjam, zal het afhangen van het weer ook, hè? Ja, klopt. Vorig jaar was het ontzettend koud, veel regen. Ja. Wat een lange dag. Ja. De opening van die kinderkunstkijk, je haalde het al een beetje aan. Die vindt ook plaats op ja, locatie Lust en Last. Ja. Hoe laat gaat dat dan beginnen? 3 uur. Smiddags om 3 uur. Ja, en zowel. En wie doet dat? Nou, zowel smiddags als 's avonds wordt gedaan door zowel Gerrit Jong, de wethouder, als Ada Groteboer, de burgemeester. Die hebben beide gewoon hun agenda vrijgehouden voor de middag en de avond. En dan, dat is bijzonder, dat is leuk. Ja, dat is echt heel leuk. En zijn daar ook bepaalde echt scholen voor uitgenodigd om dan aanwezig ja, te zijn? Ja, alle scholen zijn in principe uitgenodigd. Maar? En we hebben krijgen na de vakantie wordt er nog een keer herinnering gemaild. En van een aantal scholen, dat is echt ook echt heel leuk. Die komen, die hebben dan werk, of hoe heet dat? Zomer, kamp. Die komen dan van kamp uit terug fietsen via Last en Lust. Dus dat is ook echt, ik heb al 2 scholen die dat op zo'n manier doen. Ja, een nadeel kan zijn natuurlijk, dat het net met het hemelvaartweekend is, dat er toch veel ouders zeggen van, we gaan een paar dagen weg. Nee, want die opening is op woensdag. Oh, die is op woensdag? Ja, die is op woensdag. Dus dat moet haast lukken, zou je zeggen. Ja, moet lukken. Ja, moet lukken. Ja, moet lukken. Wat mij, ja, ik weet het niet. In de proeverij in Oldgersplaat vindt een wijnproject plaats. Ja. Met kunst. En je lacht al, je vindt het ook gek. Ja, nee, ik vind het een heel leuk project. Oh, met kunstkopwijn. En dan denk ik, is die wijn nou een kunstproject? Wat is nou kunstkopwijn? We vinden het altijd leuk om elk jaar iets geks te bedenken. Nou, dat heb je, dat is gelukt. En dat is dus de kunstkopwijn in dit geval. Dus de proeverij. Die, veel sulfiet erin of zo. Nee. Die heeft rode wijn. We hebben ze al rode wijn gekocht in flessen, maar zonder etiket. En de kunstenaars van Goeree Overflakkee en van Kunst Plus, die meedoen aan de kunstkijk, zijn benaderd om die etiketten te bewerken. En die gaan dus dan, je weet niet wat voor soort wijn je koopt? Je kan alleen zien of de rode wijn is bekend. De rode wijn is bekend. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het schijnt een hele goede, lekkere rode wijn te zijn. Alleen het etiket is onbekend, want wij gaan het etiket maken. En als dat gemaakt is, dan komt dat allemaal bij Joep terecht. En die gaat dat netjes op die flessen plakken. En dat wordt koop aangeboden, die flessen wijn. En hoeveel flessen moet die beplakken dan? We hadden er geloof ik 55. Oh, dat valt mee toch? Ja, dat valt mee. Als je 1 bus vol hebt, dan ben je al je wijn kwijt. Als het een beetje. Ja, als we dat nog hebben, wie weet is dat allemaal wel verkocht na de openingsavond. Want de verkoop Dan gaat het gelijk al in de verkoop. Ja, dan gaat het gelijk in de verkoop. Maar wacht even. Want het is een collector item natuurlijk. Want jij gaat natuurlijk een fantastisch etiketje kopen eigenlijk. Nee, maar de openingsavond kan niet, wat jij zegt, denk ik. Want het is een project wat in
de proeverij een plaatsvindt. Maar de proeverij, dat is heel erg leuk. De proeverij die gaat de opening verzorgen. Die gaat de catering tijdens de opening verzorgen. Maar dan kunnen ze toch... Het project vindt hier plaats, in Oldgersplaat. Dan kunnen ze toch niet... Nee, dat vindt in Oldgersplaat plaats. Nee, de proeverij zit in Oldgersplaat. Dat is de verwarring. Dat is de verwarring? Ja, dus wij als kunstkijkorganisatie initiëren dat project. Ja? Ja. En die flessen wijn met die mooie etiketten. Dat is een onderdeel van de kunstkijk. Dus dat kan iedere bezoeker kan dat kopen. En dat start dat kopen. Tijdens de opening al. Maar wat zouden ze dan nog in Oldgersplaat doen? In de Oldgersplaat niks. Maar de proeverij, uit Oldgersplaat, die levert die wijn. En de proeverij uit de Oldgersplaat, die verzorgt de catering tijdens de opening. Ja, maar zelf op de proeverij zelf is tijdens die dagen dus niks te doen. Nee, dat dacht ik. 's Middags is er, net als voorgaande jaren natuurlijk weer, hoop ik, de bustocht. We hebben 's morgens ontbijt. Dan 's middags, dat weet je nog niet, hè? Welke? Ja, ik weet het wel, maar ik weet het gewoon niet uit mijn hoofd. Maar dat staat op de website. Dat staat op de website voor de belangstellenden. Dan 's middags weer, net als voorgaande jaren, de bus. Die vertrekt ook weer uit... De bus die vertrekt vanuit het Dicusplein. Ja, vorig jaar. Net zoals vorig jaar, Middelharnis. En dan is de eerste stop de VVV, dus dat is eigenlijk vlakbij. En, daar kun je ook opstappen. Ja, daar kan je dus ook opstappen. Er zit een tijdstabel, die staat ook op de website. En dan gaat die bus een aantal locaties langs. En die locaties uit mijn hoofd zijn de familie van Zon, dus zeg maar in Derksland, camping de Grevelingen. Camping Elisabethhoeve en Lust en Last. Daar kun je opstappen, maar dan krijg je dus maar een gedeelte van de route. Ja maar wij kunnen niet in 4 uur tijd gewoon alle locaties langs. Nee, maar dan zou ik zeggen tegen iedereen van zorg dat je om 12 uur bij het Dicus bent, want dan maak je de hele ronde mee. Nee, maar dat red je niet. Want dat kan niet. Nee, maar niet. Vorig jaar hebben we er toch hoeveel bekeken? Een stuk of 5, 6 toch? Ja, dat is dit jaar ook weer. Dat is ook weer, want je hebt de VVV, je hebt de Grevelingen, je hebt... Oh, dat zijn die locaties die je net noemde. Ook dat je daar ook op kon... Dat is het rondje wat die bus gaat rijden. Ja. Er zijn ook nog twee nieuwe deelnemers en dat is het JAK. Ja, klopt. En Goed voor Goed. Ja, dat is ook een leuk project. We beginnen met het JAK. JAK wilde zelf heel graag meedoen en wij vinden het natuurlijk ook leuk in het kader van verbreding dat het JAK mee zou doen. Dus op die locatie zijn twee kunstenaars ook die exposeren en ook weer Stellenhorst als school wat daar exposeert. Je weet niet wat ze gaan doen nog. Nee, dat weet ik niet. En ik weet wel dat het JAK, en dat staat ook op de website, is dat ze een heel eigen programma ontwikkeld hebben met buikdansen en met graffiti en muziek. Dus heel spannend. Ja, dat is spannend ook. Maar en Goed voor Goed dan? Want dat, voor degenen die het niet weten, dat is dus Goed voor Goed. Goed voor Goed is, ja, ik zeg altijd, het is van Joost. Ja, Joost Welzenes. Dat is dus... zeg maar de kringloopwinkel van Goreel Flakkee. Die wordt gerund door mensen met een beperking. Ja. Klopt. En wat wij doen is, we hebben kunstenaars uit Kunstplus uitgenodigd. Ja. Om een binnenste buitenhuis daar te gaan maken. Nou, wat verstaan we daaronder? Oh, wacht even. Ja, dat binnenste buitenhuis. Dus dat betekent dat het huis is buiten en de tuin is binnen. En dat gaan we op alle mogelijke manieren zijn we dat aan het vormgeven. En het wordt echt superleuk. Daar zijn we al mee bezig. Daarom morgen gaan we weer verder. Daar strijkplank buiten natuurlijk en zo. En waar die we hebben gewoon allemaal hele leuke dingen. We hebben caravan opgepimpt. En zeg maar de groep van Jaap Redijk met de verstandelijke beperkende kunstenmakers. Die hebben allerlei servies opgepimpt. Allemaal in cirkeltjes. En dan in plaats van een recht tafelblad is het een schuin tafelblad. En dat servies dat staat nog wel, maar het staat alleen een beetje scheef. Nou, zo zijn we allemaal dingetjes aan het bedenken. We zijn gewoon lekker aan het precies spelen allemaal daar. Allemaal tegengesteld eigenlijk. Ja, wat we tegenkomen. Ja, binnen en buiten, wat recht is moet geven en al dat soort dingen. Ja, zeer kleurrijk. En vonden ze dat dan ook leuk om mee te werken allemaal? Ja, dat is gewoon echt heel erg leuk. En wat leuk is, elke week zie je dus dat het voordat elke week wordt er 1 of 2 dagen aan gewerkt. In wisselende samenstelling hoor, want dan kan die, afhankelijk van hoe de agenda zich dat toe staat. En dan het voordert. En het is de bedoeling dat het voordert kunstkijk klaar is. En dan dat is het stukje wat Goed voor Goed dan als bijdrage levert aan de kunstkijk. Ik ben reuze benieuwd. Ja, je moet voor lol eens langs rijden. Nee, daar ben ik net geweest. Ik dacht juist van de week, wat is dit nou voor raar? Dus ik denk, dingen staan buiten en dingen staan... Wat een wonderlijk iets. Nou, dat is het. Het is het binnenste buitenhuis. Ja, dan begrijp ik het.
Wat ik ook heel bijzonder vind, dat is dat er een filmvertoning is van Hollands Licht. Ja, dat is... En dat is een documentaire in samenwerking met het filmhuis Middelharnis. Ja, klopt. Dan is er ook nog een debat met kunstenaars, tussen kunstenaars. En fotografen. En fotografen. Ja. Van Rarekiek. Klopt, dat is op vrijdagavond in de Grevelingen. Dat is vrijdagavond in de Grevelingen. Ja, en dat is de bedoeling... Maar die film is in het... Die zal toch vertoond worden in Dicus? Ja, maar dat is op donderdagavond. Dat is donderdagavond. Ja, dat is gewoon zeg maar in de programmering van het filmhuis. En we dat een paar jaar geleden hebben dat ook wel eens een keer gedaan. Dat we een zeg maar de kunstfilm toonden tijdens, op die donderdag tijdens het kunstkijk. Alleen dat liep niet goed, omdat het filmhuis eigenlijk niet programmeerde. En het filmhuis programmeert dit seizoen gewoon langer. Dus we konden nog in de planning mee. En we zijn zelf op zoek gegaan naar een film waarvan wij dachten van, nou die kan, dat staat ook een beetje in teken van de kunstkijk. En dat is die documentaire van Hollands Licht geworden. En wie heeft die gemaakt? Is dat ook een van de kunstenaars die... Nee, dat is een oude documentaire die, nou is echt al een paar jaar oud. Die heeft toen destijds ook een aantal prijzen gewonnen. Ik heb hem zelf nooit gezien, maar mensen die hem gezien hebben zijn daar zeer lovend over. En wat ik ervan weet is dat het een documentaire is over het licht op het polderlandschap, in de rivierenlandschap, het licht daarvan. Maar het wordt gerelateerd aan allerlei landschapsschilders uit de kunstgeschiedenis. En het is juist die combinatie die denk ik interessant is om te kijken. En het schijnt filmtechnisch, film qua beelden, echt super mooi te zijn. Dat is een aanrader dus. Ja, echt een aanrader. Ja, klopt. Tot slot, er zijn nog een aantal workshops tijdens de kunstkijk. Ja. Joep Luiks die gaat portret schilderen. Jij zelf bent met kinderen aan het werk in Lust en Last. Ja, klopt. Wanneer doe je dat dan nog? Dat kan nog net vrijdagmiddag. Je deelt je gewoon in... Nou, het moet allemaal net gaan, denk ik. Maar dat zullen we zien. Dan is er nog een muziekprogramma. Is daar wel iets van bekend? Ja, dat is, nog, ja, dat is in wording. Dat is, de bedoeling is ook als elk jaar van dat op elke locatie... op een dagdeel een muziekoptreden is. Ik weet dat het ongeveer voor 80% rond is, maar nog niet helemaal. Zodra dat helemaal rond is, komt dat ook op de website te staan. Noem dan maar even die website. En ik wacht even, hebben jullie ook nog weer folders? Vorig jaar hadden jullie van die mooie folders. Ik heb, heb je die niet meegenomen? Ja, die liggen nog in mijn auto die beneden staat. Ja, dus die dat zet geen zoden aan. Dat zet geen zoden aan de dijk. Nou, ik zal ze dadelijk hier op tafel leggen voor het volgende shotje. Nee, maar het is, noem nog even de website dan, voor degene die dat... www.kunstkijk.com www.kunstkijk... Nee, www.kunstkijk.com www.kunstkijk.com Ja. Nou, het moet lukken. Ik wens je heel leuke dagen. We zien elkaar, maar ik wens in ieder geval een beetje beter weer. Hè? Ja, dat wensen wij onszelf ook toe. Ja. Als jij blijft zitten, dan ga ik afsluiten. Is goed. Dat was het weer voor deze week en volgende week zijn we terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via redactie@huiskamervanvlakke.nl. U kunt ons nog gewoon schrijven en dan is het adres Oosthavendijk 24 32 41 LK in Middelharnis. En alle voorgaande uitzendingen zijn terug te zien op www.huiskamervanvlakke.nl. Tot de volgende keer. Dag.